Hoi, ik ben Ilona en in deze video wil ik als eerste eventjes wat informatie delen. Het treinverkeer lag volledig plat gisteren. Heel interessant. Er waren wat mensen die dachten dat dat met de demonstraties te maken hadden die er plaatsvonden gisteren. Maar ik vond een artikel, dat is mij toegestuurd, dus dank jullie wel voor de mensen die mij dingen toesturen. Dat in Vlissingen honderden panzervoertuigen, jeeps en tanks waren aangekomen gisteren. Daarbij zag ik ook nog een Twitterbericht, dat heeft iemand mij ook toegestuurd. Waarin werd gezegd, ja, de treinen rijden niet voor de bevolking, maar ik zie wel allemaal treinen met tanks voorbij komen. Nou, die zijn daar gebracht onder het mom van Defender 22. Dat is dus een oefening met legereenheden die al waren gepland voordat de oorlog was begonnen. Maar het is wel heel interessant. Dit zou dan voor Polen gelden. Maar in ieder geval werden er dus een heleboel op de trein gezet qua tanks, panzervoertuigen en jeeps. Dus heel benieuwd waar die nu belanden. Ten tweede is per 1 april natuurlijk de olie mag nu alleen nog maar betaald worden. En het gas volgens mij als dat vanuit Rusland komt. En ook Saoedi-Arabië is het daarmee eens als het zeg maar met goud ondersteund wordt. Dus de dollar die uit de lucht gemaakt wordt al jarenlang die vervalt eigenlijk. Daarmee kunnen ze al bij de Rusland niet meer aankomen en bij Saoedi-Arabië eigenlijk ook niet. Het moet allemaal ondersteund worden door goud. Nou, we gaan dat merken. Ik las ook al een bericht dat de Aldi 40% van zijn prijs omhoog gaat gooien. In ieder geval in Duitsland. En dat zullen wij natuurlijk ook gaan merken in Nederland. Dus in de supermarkt kunnen de prijzen nu echt heel snel de pan uit gaan rijzen. Dus wees daar ook een beetje op voorbereid. Dat is natuurlijk ook om mensen wakker te maken. Ze roepen dan wel dat dat te maken heeft met komt door Rusland en die Oekraïense oorlog. Maar dit is gewoon een kunstmatige manier om mensen ja, nog te raken. Dit is echt nog een beetje de eindfase van de duistere plannen om kunstmatig de prijzen hoog te houden. Ook voor voedseltekort te gaan zorgen. Ik heb al gekeken, voor mijn gevoel valt dat hartstikke mee. Want zoveel macht hebben ze gewoon niet meer. Het valt allemaal uit elkaar. En het is ook nodig voor mensen, zeker de slapers, om te begrijpen wat er nu echt aan de hand is. En als mensen het gaan voelen, dan beginnen ze vaak ook wakker te worden dat hier echt iets niet klopt. Dus wat dat betreft is dit echt ook mensen wakker te maken. Maar dat kan natuurlijk wel heel drastisch overkomen als je niet meer rond kan komen. Laten we eerlijk zijn. Als je gewoon je boodschappen niet meer kan betalen, je energierekening niet meer kan betalen. Dus dit kan best wel even nog heftig worden voor een heleboel mensen. Daarnaast kwam ik ook nog bij angst. Want ik zag gisteren de video van Wakker Worden met Aard. En die behandelde volgens mij de wet verplaatsing bevolking. In zijn video die hij had genaamd de dode mus. Nou, hij bracht het natuurlijk weer op een toch wel wat dramatische manier. Dat wordt ook bij Aard. En ik had er gelijk zoiets van toen ik het zag. Oh, ik krijg hier berichten over. Mensen raken volledig in de stress. Dit is al een keer eerder gebeurd met een video van Aard. Die had een paar maanden geleden had hij het er ook over. Dat als de banken gaan vallen, dat dan binnen een maand, dan wordt je huis verkocht. En dat bracht hij natuurlijk ook weer met verven. Want ja, zo is Aard. Maar dat kan mensen wel even, hè, die daarnaar kijken, kapot schrikken. Van, raak ik mijn huis kwijt en word ik nu uit huis gezet? Nou, ik had zoiets van, ik ga eens kijken. Dit is door Omtzigt eigenlijk naar buiten gebracht dat deze wet nu weer is aangenomen, in ieder geval door de ministerraad. Dus hij moet dan ook nog door de Tweede Kamer volgens mij bekeken worden. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Ik zag dat Jan Dijkgraaf in het briefje van Jan daar al aandacht aan had besteed. En uiteraard Wakker Worden met Aard heeft er aandacht aan besteed. En er kwamen ook meerdere kanalen kwamen het voorbij dat ze dat nu er dus een beetje doorheen gedrukt hebben. In ieder geval, ik ben eens gaan kijken wat die wet nu eigenlijk inhoudt. Want dat lijkt me eigenlijk het belangrijkste. Nou, ten eerste wat ik zag, dit is de wet verplaatsing bevolking. Die is van 10 juli 1952. Houden de voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daarna verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden. Nou, artikel 1. De wet begrijpt onder verplaatsing van bevolking de gehele of gedeeltelijke ontruiming van een gebied en de daaruit voortvloeiende afvoer, huisvesting en verzorging van bevolking en de daarmee samenhangende registratie als mede de voorbereidingen hiertoe. Nou, dat is wel belangrijk, want als ze dus groepen gaan weghalen, hè, in een bepaald gebied, dan moet daar dus die mensen moeten ergens anders worden gebracht en die moeten ergens anders
onder worden gebracht. Je wordt dus niet zomaar ergens in een bos gedropt. Nou, zoek het maar lekker uit. Dat kan dus niet. En als er natuurlijk vervangende huisvesting is voor de personen die daar wonen, dan denk ik, waarom stoppen ze die vluchtelingen dan niet in die huisvesting? In plaats van mensen uit hun huis te halen en die dan in een andere huisvesting te plaatsen. Want dat hoort er dus bij. Ze kunnen dus niet zomaar mensen weghalen zonder dat daar iets tegenover staat. Wat ik net al aangeef, als er dus blijkbaar andere huisvesting is, dan denk ik, waarom stop je die vluchtelingen daar dan niet in? Dus dat is niet helemaal logisch. Ten tweede was ook de angst van, ja, ze kunnen in één keer de straat bij je binnenrijden en in één keer moet je dan je spullen pakken. Dat is dus niet zo. Want als je ook eventjes gewoon leest. Ten eerste, wanneer het in eerste lid bedoelde besluit is genomen, dus artikel 2, lid 2, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer gezonden. Omtrent het voortduren van de werking van de bij dat besluit in werking gestelde bepalingen. Dus daar is een bepaalde tijdsduur. Dit mag niet te lang duren. Daarbij moet dus eerst de Tweede Kamer daar ook volgens mij mee akkoord gaan. Want in artikel 2 lid 3 staat, wordt het voorstel van wet door de Staten-Generaal verworpen, dan worden bij koninklijk besluit de bepalingen die ingevolge het eerste lid in werking zijn getreden, onverwijld buiten werking gesteld. Dus die worden onmiddellijk stopgezet. Daarna zag ik ook nog, en dat is even kijken welk artikel ik heen moet. Artikel 5, even kijken. Ik had het even opgeschreven, ik heb er al doorheen gekeken. Artikel 5, zeg maar, de burgemeester kan in zijn gemeente met betrekking tot de verplaatsing van bevolking bij verordening, gedragsregels en andere voorschriften vaststellen. Hij kan in bijzondere gevallen bevelen geven. Nou, in artikel 2 staat ook dat niet zomaar mag gebeuren. Dus als de burgemeester de verordeningen moeten bekend worden gemaakt in het gemeenteblad en worden voor zoveel nodig ook op een andere door de burgemeester te bepalen wijze algemeen bekendgemaakt. Dat is heel belangrijk. Dus ze kunnen niet zomaar in één keer in jouw straat staan of in jouw dorp of in jouw stad en gaan roepen met megafoons, hup, eruit. Dat moet bekend worden gemaakt. Dat moet eerst naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Want dit is heel ingrijpend. Dus dat kan niet zomaar gebruikt worden. Dus gaan ze tegen hun eigen wet in. Dat is een beetje vreemd. Kan wel, maar dat heeft volgens mij ook wel weer grote gevolgen. Even kijken waar ik ook nog naar wilde kijken. Artikel 7, lid 1. De burgemeester kan ten behoeve van verplaatsen en te verplaatsen personen, hetzij het beschikbaar stellen in gebruik van woonruimte, gebouwen en andere onderkomens, zo nodig met inventaris, hetzij onderbrenging, al of niet met onderhoud, vorderen. Dus ze kunnen ook bijvoorbeeld jouw woning vorderen. Uiteraard blijf je dan daar zelf nog in wonen, maar dan kunnen er blijkbaar mensen geplaatst worden. Onderbrenging in de zin van deze wet omvat het beschikbaar stellen in gebruik van vertrekken met nachtligging, meubilair, alsmede verwarming en verlichting of plaats in een verwarmd en verlicht vertrek ter keuze van de bewoner. Dus op zich heeft de bewoner daar ook nog wat recht om dingen te bepalen en dan wordt ook een schriftelijk bewijs van gemaakt van degene die daar dus ook woont. Indien, en dit is een hele belangrijke, artikel 7, lid 4, indien. Dus als er gevorderd wordt, als er dus vluchtelingen bij jou geplaatst zouden kunnen worden, indien de tijdsduur van een vordering meer bedraagt dan 3 dagen, kan de rechthebbende daartegen beroep instellen bij de commissie bedoeld in artikel 16. Dus dit is echt heel tijdelijk. Het is dus niet dat je maanden met vluchtelingen in huis geplaatst of in ieder geval kan worden. Nou goed, dit vond ik ook nog. Daarnaast moet er ook een vergoeding worden gegeven daarvoor. Dus het is heel belangrijk te weten ten eerste dat het dus niet zomaar kan gebeuren. Het moet bekendgemaakt worden. Het moet ook nog door de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Als het verworpen wordt, dan vervalt het gelijk. De burgemeester moet ook andere huisvesting voor als je ergens verplaatst wordt. Nou ja, zoals ik al aangaf, als er andere huisvesting is, waarom plaats je de vluchtelingen dan niet daar? Want dit wordt dus eigenlijk gebracht van, dit kunnen we gebruiken als er te veel vluchtelingen binnenkomen. En het kan nooit langer duren dan 3 dagen. In ieder geval, dan kan je in beroep gaan.
Dus dit is niet bedoeld om maanden iemand bij jou in huis te plaatsen. Heel belangrijk, dus lees ook even waar die wet dan over gaat. In plaats van dat je alleen maar naar een kop kijkt en je gelijk denkt dat er van alles met jouw huis kan gebeuren. Dat kan gewoon niet. Wat ik zelf persoonlijk denk, dat als ze überhaupt al dit gaan gebruiken, voor mijn gevoel, en ik ga ook even de kaarten erop leggen, is dit gewoon een staaltje angstzaaierij om ook mensen weer wakker te maken. Want we hebben natuurlijk allemaal gehoord van die grit, reset van Swi Swa Swappy, die natuurlijk wil dat iedereen niets bezit en heel gelukkig is. Hè? You don't owe anything and you'll be happy. Maar voor mensen om dat te begrijpen dat dat dus kan gebeuren, dat dat dus ook echt kan gebeuren en dat ze dat ook echt van plan waren, moeten mensen wel realiseren dat er dus ook aanwijzingen zijn dat dit dus zou kunnen gebeuren. Zolang mensen het gevoel hebben van nou, dit kan helemaal nooit gebeuren. En dat hè, als iemand met dat, dat is natuurlijk ook waar de meeste wakkeren tegenaan lopen. Van ja, ze gaan dit doen en ze willen ons uit ons huis halen. En ze willen, en dan zitten ze te luisteren en denken ze, ja natuurlijk, maar kom op, niemand haalt me uit mijn huis. En ze horen hier opeens van dat dat dus wel mogelijk is. Dan worden mensen weer wakker. Daar gaat het om. Maar laten we eerlijk zijn, ik heb het gevoel dat als ze al panden willen gebruiken, dan gebruiken ze waarschijnlijk kantoorpanden of in ieder geval wat leeg staat. Dat is mijn gevoel daarbij. Maar ik ga er even kaarten op leggen. Wat nu eigenlijk die energie is. Wat nu naar buiten wordt gebracht. En interessant dat het weer Ontzicht is die dit naar buiten brengt. Even kijken. We hebben Zwaar de 2. Dat is de bovenste kaart. We hebben de Aas van Bekers. Dat is de centrale kaart. We hebben de Aas van Zwaarden in het verleden. We hebben de 7 van staven. Dus onder de centrale kaart en bekers 9. En staven 2. Die heb ik nog even extra als een nabije toekomst. Nou, ik krijg ook echt dat dit gewoon een ja. Dit is eigenlijk ook een ja, maar ook van dit is gewoon echt om mensen wakker te maken. Wakker te schudden. Uit deze toestand te halen. Van dat ze niet goed naar hun intuïtie luisteren. Dat mensen echt begrijpen dat ze zo ver zouden gaan. Het gaat niet gebeuren. Want wij staan een stuk sterker. Dat gaat de bevolking echt niet pikken hoor. Dat geloof ik ook. Dat, het eerste wat ik al voelde van dit is echt om wakker te maken. Dit is om mensen weer in het, hoe noem je dat, in hun kracht te zetten. Van ja, dit zijn gewoon wat aanvallen. Dit zijn weer angstdingen die ze naar buiten brengen. In de hoop dat mensen weer in hun angst gaan zitten. In de hoop dat ze weer een bepaalde controle krijgen. Want laten we eerlijk zijn, al hun verhaallijnen vallen compleet uit elkaar. Dit is echt om mensen wakker te maken en zoiets hebben van nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik zie dat ook helemaal niet gebeuren. Zeker niet met deze kaart, want dit is eigenlijk ook een wenskaart en een ontspanningskaart. Dus ik zou dit gewoon even afwachten wat hier nu mee gaat gebeuren. Ik heb echt het gevoel dat dit gewoon is om mensen wakker te maken. Om mensen te laten realiseren dat het dus zomaar zou kunnen. Dat ze je ook echt uit je huis zouden kunnen halen. En dat je dan dus ook geen woning meer hebt, geen eigendom meer hebt. Het is eigenlijk het mensen wakker maken wat ze nu echt van plan waren. Maar ik geloof niet dat die plannen nog doorgezet kunnen worden. Staven 2 is ook echt die mensen, vaak ook die onverschillige mensen, die ook een beetje blijven hangen in hun bubbel om die wakker te krijgen. Kijk, uiteindelijk is het aan hunzelf of ze wakker worden of niet. Maar ik denk dat we nu echt in die eindfase zitten waarin echt even nog wat angstberichten naar buiten kunnen komen. Er kunnen nog false flags zijn. Ik heb echt het gevoel dat het duister ineen aan het storten is. En dan kunnen ze rare dingen doen. Want dat vond ik ook wel interessant wat Aart ook aangaf in zijn video. Dat mensen dan opvang hadden en er kwamen helemaal geen Oekraïners, maar hele andere vluchtelingen binnen. Ik heb ook het gevoel dat er misschien nog wat dingen kunnen gebeuren. Dat is gewoon zo. Hè? Vooral als iemand in het nauw zit, kunnen ze rare sprongen maken, kat in het nauw. En dat gevoel heb ik ook. Ze weten gewoon dat ze aan het verliezen zijn. Ze weten gewoon dat ze die macht niet meer hebben. En dan kunnen ze nog rare dingen doen. Maar niet meer die grootse dingen, die plannen die ze hadden, voor mijn gevoel kunnen ze die echt niet meer doorvoeren. Ze kunnen nog proberen met Project Bluebeam. Ik weet niet of mensen daar ook, daar kan je ook informatie over vinden. Dat gaat over een mogelijke invasie van buitenaardse. Maar ze hebben niet meer de steun van het leger, in ieder geval niet van het Amerikaanse leger. Dus hoe ze dat überhaupt nog naar buiten willen brengen, geen idee. Als ze nog een of ander iets had wat rond zou kunnen waren over de aarde, dan hadden ze dat allang al naar buiten gebracht.
Het enige wat ze nu nog hebben is kunstmatig. Hè? Die prijzen dan eigenlijk omhoog houden. Of in ieder geval die inflatie omhoog brengen. Voedseltekorten creëren. Of in ieder geval het idee geven dat er tekorten gaan komen. Dat is het enige wat ze nog hebben. En dit is volgens mij echt om mensen wakker te maken. Echt wakker te maken van, hé, ze hebben de middelen hoor om jou zomaar in je huis uit te plaatsen. Maar wat ik al aangaf, als je gewoon die wet goed bekijkt, kunnen ze dat niet zomaar doen. En laten we eerlijk zijn, als dit bekendgemaakt zou worden, dan stijgt volgens mij heel Nederland. Want als ze uit een bepaald gebied ergens mensen kunnen weghalen, kunnen ze dat overal in Nederland doen, met de hele bevolking. En je raakt mensen echt hoor, als je aan hun plek komt. Dat is echt een hele basisangst. Basisangsten zijn, hè? Dingen niet overleven, dus dat er iets rondwaart. Geld uiteraard, dat je niet rond kan komen, dat je gewoon niet meer alles kan betalen en dus niet genoeg te eten hebt. Dat is ook echt iets heel basic, basis. En natuurlijk je eigen plek. Als je daaraan komt, dan raak je mensen echt op hun diepste punt en op hun veiligheid. Dus ik denk dat het daarvoor ook bedoeld is. Nou, ik wil het hier graag bij laten en hopelijk tot de volgende video. Dag!